Aunque es muy difícil, ¿me puedes describir la mañana de 11? Sí. ¡Monse! ¡Oye! Estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Het 11 september is voor de Amerikanen. Dat zal vanaf nu voor altijd 11 maart 2004 zijn voor Spanje. 3 dagen voor de Spaanse verkiezingen ontplofte in treinen op verschillende stations in Madrid zware bommen. Tijdens het spitsuur. Er zijn zeker 190 doden en meer dan 1200 gewonden. Nog niemand heeft de bloedige aanslagen opgeëist, maar volgens de Spaanse regering is er geen twijfel mogelijk. Dit is het werk van de Baskische terreurbeweging ETA. Les derrotaremos. No tenga nadie ninguna duda. Lograremos acabar con la banda terrorista. Komende zondag zijn de verkiezingen in Spanje. Alle verkiezingscampagnes zijn afgelast. De Spaanse regering heeft 3 dagen nationale rouw afgekondigd. Durante toda la mañana, el Ministerio del Interior atribuye los atentados inequívocamente a ETA. Pero cuando la policía investiga la llamada de alguien que cree haber visto a los terroristas esa misma mañana en Alcalá de Henares, se abren nuevas hipótesis. Horas después, un comunicado atribuido a Al-Qaeda reivindica los atentados y los justifica en una carta a un periódico árabe por el apoyo español a la guerra de Irak. Pero para el gobierno, el principal sospechoso sigue siendo ETA. En estos momentos, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Un comunicante que dice hablar en nombre de los terroristas desmentirá horas después su responsabilidad en los atentados. Y quiero pedirle al gobierno que informe con la mayor diligencia posible. Poco después de las 9 de la noche se dan a conocer los primeros datos oficiales. A las 10:30, con datos del 85% del voto, el gobierno confirma la victoria socialista. Y hasta ahora, el Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones. De film volgt een vrouw, Pilar Manjón, die haar zoon heeft verloren tijdens de aanslagen van 11 maart 2004. En zij wordt al snel woordvoerster van de groep slachtoffers en houdt als zodanig een toespraak en monoloog voor de commissie in Spanje die moet onderzoeken hoe die aanslag heeft plaatsgevonden en wat de consequenties daarvan zijn.